familie en Carlijn. We doen eigenlijk altijd met de ouders een soort Tita Tolkenhuis mama test. Om te kijken of de volwassenen die erbij zijn, met wie er een paar, of die er werkelijk nog wat bij kunnen blijven. Want voor kinderen is spelen en fantasie heel erg makkelijk, maar voor ouders is Zwijnstein en Harry Potter is een beetje moeilijk. Heeft u al een hele tijd geleden tovenaar gespeeld? Nu kom mee. Heel lang geleden ging het, ik dacht dat het was pas. Ah, dat valt voor jullie niet mee natuurlijk, want al de mensen die praten achteraan, maar volgens mij gaat het heel goed jullie, want ik voel wat. Blazes? Nee, en dat is waar. Deze Judith die heeft magische krachten en misschien haal jij ook wel je tovenaarsdiploma. Want Judith, kijk, daar in de lucht gaat het doekje onzichtbaar naar omlaag, naar omhoog. En als je heel snel bent, dan kan je nog net daar hoog pakken. Wil je heel erg rennen? Pak hem. Ja, heb je? Oké, kom terug Judith. Judith, eet het doekje op. Eet het op. Want in de toverwereld kan alles, hè. En Judith, wat ik je nou vergeten ben te zeggen, is dat het doekje zakt heel langzaam naar je buik hier. Maar het is eigenlijk een kriebeldoekje. Dus het begint verschrikkelijk te kriebelen in je buik. Je kan bijna niet meer stilstaan. Voel je het al? Nee, dat gaat heel goed. Judith, stop. En wat gebeurt er? Wow. Wow. Judith, zo. Jij hebt veel hersenen, zeg. Nou, zeg, kom er bijna niet uit. Judith, blijf daar even staan. Ik heb je straks nog langer nodig. Applaus voor Judith. Tovenaar, wat? Oké, hoe ruim je van? Kan je die ook? Zie op die hoeren van lang staan. Ik in de zwarte tot de volle maan. Gaat u weer? Hokus, hokus, Pilatus pas. Ik wou dat ik een tovenaar was. Op je alle hart? Hokus. Wauw! Zo, wat een klasse! Hé, hey, dat gaat goed! Hé! Hey. Hé, hey, Judith, ik ben een tovenaar. Dat is gek, maar dat is echt waar. Hocus pocus, Pilatus was, kan niet alleen dat ik, maar jij ook een tovenaar was. Zou ik er niet in? Nee. Ja, maar, kijk, ik was zo bekwaam in hier. Ja, ja. En toen hadden we ons omgekleed. Ja, ik ook. Ja, maar Serge, Coco, dit is een kleine probleem, dat wil ik wel eens komen. Kijk, het is goed.